Leuk dat je kijkt naar een nieuwe uitzending van Chattime TV. We zijn hier op Basisschool Olympia. Hier wordt het Week van het Geld geopend. Wat weet jij over geld? Krijg je zakgeld? Spaar je voor leuke dingen? Of maak je alles op aan snoep? Zet je het op de bank? Wat doe jij? Welkom bij de aftrap van de Week van het Geld. Money! Ja, deze week in heel Nederland wordt er op scholen meer dan gemiddeld gepraat over geld, want hoe je het ook wendt of keert, geld is belangrijk. Vind je het belangrijk om te leren hoe je met geld om moet gaan en waarom? Ik vind het zeker belangrijk om te gaan met geld. Ja, want later krijg je natuurlijk ook zo met die dingen te maken. En dat is natuurlijk belangrijk over hoe je ermee om moet gaan. Money, money. Vindt u het belangrijk dat er een Week van het Geld is? Ja, ik vind dat wel belangrijk. Ja. Want op het moment dat je niet leert omgaan met geld, dan krijg je daar later ongetwijfeld een keer problemen mee. Dat is nou eenmaal zo. En geld, we hebben er allemaal mee te maken. Als je veel hebt, is het hartstikke leuk. Maar de meeste mensen die hebben gewoon, een beetje geld. En dan moet je goed kijken naar welke dingen koop ik wel en welke dingen koop ik niet. Dus dat is best een uitdaging. En als je dat nu leert, dan heb je er later heel veel plezier van. Hoeveel zakgeld krijg je? Ik krijg €3,50. 25 euro per maand. 15 euro per maand. 3 euro per week. Ik krijg 150 euro per maand. €2,50, niet meer. Ik krijg €7,50 per week. €2,50 per week. Kreeg u vroeger zakgeld? Ja, ik kreeg vroeger zakgeld. Hoeveel zakgeld kreeg u? Ja, dat heeft een beetje opgelopen. Hè. Ik denk dat het begonnen is met misschien wel een kwartje naar een gulden. Want dit was nog tijd van de guldens. Kreeg u vroeger zakgeld? Ja, ik kreeg zakgeld en ik heb ook heel veel adviezen gehad van mijn ouders hoe ik dat toch het beste kon doen. En ik zou toch eens moeten leren sparen en zo. Maar eerlijk gezegd was ik er heel slecht in. Wat doe jij met je zakgeld? Ik spaar het. Ik spaar het meestal. Uitgeven. Ik spaar. Een derde spaar ik en de andere geef ik uit aan leuke dingen. Hoeveel zakgeld kreeg je vroeger? Weet je, dat weet ik niet eens precies. Dat was gewoon niet superveel of zo. Zeg maar omgerekend een paar euro of zo. Hoe gaat u nu met geld om? Nou, tegenwoordig gaat het wel beter. Al moet ik nog steeds mezelf beheersen. Want ik ben bijvoorbeeld best wel gadget freak. Vind ik leuk om mooie nieuwe gadgets te kopen. Maar die kosten natuurlijk geld. Dus dan moet ik echt kiezen wat ik wel of niet koop. En van sommige dingen heb ik ook echt gezegd, nee, daar wacht ik mee tot ik echt het geld heb. Wat zou u doen als u heel veel geld zou hebben? Kopen? Nee, als ik echt heel veel geld zou hebben. Hoeveel? 5 miljoen? Oké. 5 miljoen. Nou, dan zou ik in ieder geval zorgen dat de dingen die ik zeg maar vast moet betalen, bijvoorbeeld een hypotheek aan mijn huis, dan zou ik zorgen dat ik dat niet meer hoef te betalen. Maar ik zou ook een flink deel gaan inzetten voor UNICEF, daar ben ik ambassadeur van. Dan zou ik proberen dat geld aan hun te geven, zodat zij dat kunnen gebruiken voor kinderen die helemaal niks hebben. En die zijn helemaal niet meer bezig met sparen, maar met hele andere dingen. Ik zou aan oorlogslanden geld geven, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen en zo. En het geven aan arme mensen. Gewoon met mijn familie leuke dingen doen en gewoon sparen ook voor later. Als ik heel veel geld zou hebben, dan zou ik misschien wel meer reizen gaan maken. Dan zou ik zeg maar gewoon voor mijn studie sparen, later voor de rekeningen. En allemaal wat ik moet betalen en zo. Wat vind je zo leuk aan Klaas? Het is leuk dat hij zo beroemd is en dat hij dan ons gaat lesgeven over geld. Wat is elektronisch bankieren? Groene antwoord, je bankzaken regelen via de computer. Blauwe antwoord, relaxen op een bank die je elektrisch kunt verstellen. Niet slecht. Of het rode antwoord, je bankopdrachten met de post naar de bank versturen. Je mag nu je keus maken. En heel goed, ik zie dat mensen hun eigen keus gaan maken. Zeer verstandig. Iedereen staat bij blauw of bij groen? Alles bij groen? Is het goede antwoord, gaan we weer staan. Volgende vraag. Kunt u een paar belangrijke tips geven hoe je met geld om moet gaan? De allerbelangrijkste tip is volgens mij, maak een plan. Dus als je iets wil kopen wat je heel graag wil hebben, is prima.
Maar dan moet je een plannetje maken. Dan kan je ook een rekensom op loslaten. Dat je zegt van nou, ik krijg zoveel zakgeld in de week. Dan moet ik dus zoveel weken moet ik sparen voordat ik er ben. En dan kan je gaan zoeken van hey, als je dat echt te lang doet, misschien kan je ergens klusjes doen. He, dan kun je wat extra geld verdienen. En op die manier kan je naar je doel toewerken. Dus maak een plan. Wat vond je leuk aan deze presentatie? Ja, je hebt heel veel geleerd wat je moet doen met geld sparen en als je ouder wordt voor huis betalen, belastingen. Zou u liever rijk zijn, gelukkig zijn of gezond zijn? Dat is een goede vraag. Rijk valt sowieso af, maar gezond of gelukkig? Ik denk dat ik toch ga voor gelukkig dan. Oké, dank u wel. Dit was weer een uitzending van Chattime TV. Heb je geleerd hoe je met geld om moet gaan? Ga je sparen of toch alles opmaken? Heb je veel geleerd van deze uitzending? Wij wel hoor. Bedankt voor het kijken en later!